was eigenlijk, kwam het out of the blue. Ik was op, eigenlijk op woensdag ben ik besloten om te stoppen met studeren. Toen ben ik thuis gekomen. Ik zeg, papa, mam, ik wil fotograaf worden. Ik zeg, geef mij die camera maar. En toen ben ik eerst heb ik de boot afgehouden. Hè. Toen ben ik begonnen. Ik vond het heel erg leuk, heel apart. Maar toch wel zwaar. Want ja, je bent toch de zoon van de paparazzi van Nederland. En ja, ze denken dat je een vrachtwagen hebt om te rijden. Maar dan kom je feestjes en dan zeggen ze nee, van ja, dat heb je het zootje van. En dat heeft, dat, uiteindelijk was dat wel dat ik dacht van oeh. Mijn allereerste opdracht echt als fotograaf ben ik naar de Robijn Fashion Week gegaan in Hilversum. En dat mocht eigenlijk niet van onze hoofdredacteur, want die had zoiets van liever niet, anders wordt het een familiebedrijf. En toen ben ik ben er naartoe gegaan. Eigenlijk, mijn vader zei dat hij er naartoe ging. En ik ben erheen gegaan. En samen met de journalist, mijn vader die journalist tegen het licht van ik kan niet, Dennis komt. En dat was mijn eerste klus. En meer dan geslaagd. Ja? Ja. Dat is helemaal gelukt. Ja, de hoofdredacteur die zei, Joop, je fotografeert vernieuwend. Ik fotografeer technische. Ik ben slordiger, dat ben ik wel, maar technische. Ik heb eigenlijk het vak een beetje, mijn vader is echt een people fotograaf. Dus altijd vriendelijk, altijd lachen, kiki hier, kiki daar, die altijd goed is. En je hebt... Je hebt een collega van ons, die is echt een technisch fotograaf. En dat heb ik allebei van allebei een beetje gepikt, denk ik.